en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is voor mij woensdag en jullie zullen denken, jongens, waar is de Efteling vlog en waar is de Feyenoord vlog gebleven? Nou, de Efteling vlog en de Feyenoord vlog komen er aan, alleen ik heb een probleempje en dat is dat het beeld niet goed is. Het beeld is niet goed omdat ik de draaiknop, even kijken of dat hij nu wel goed staat. Ja, nu staat hij wel goed. Ik had de draaiknop weer verkeerd ingesteld. Ik heb dat probleem al een keer eerder gehad. En dat had ik heel licht beeld had ik toen. Heb ik een keer een vlog over gemaakt. Nou, zaterdag en zondag was het weer zover. En is de draaiknop eigenlijk niet verzet. Is niet veranderd. Dus ik heb eigenlijk twee vlogs waarvan het beeldkwaliteit niet echt helemaal goed is. Ik zal ze wel posten, dat wel. Maar ze zijn niet echt van allerbeste kwaliteit. Daarom eventjes deze video. Even deze video over de stand van zaken. Over die twee vlogs. Die vlogs komen eraan, moet ik nog even editen. Maar ik heb momenteel geen zin om te editen. En ik heb momenteel eigenlijk ook niet zo veel zin gehad om te vloggen deze week. Ik zit er een beetje doorheen. Het batterijtje is een beetje leeg. En ik ben eigenlijk een beetje, de laatste twee dagen ben ik eigenlijk een beetje aan het bijtanken. En heb ik eigenlijk weinig gedaan. Gisteren had ik een livestream gedaan. Maar daar reageerde niemand op. Duurde iets van 5 minuten of zo. En 10 minuten. En na die 10 minuten heb ik hem gewoon maar uitgezet. Want er was gewoon helemaal niemand op komen dagen. Dus livestream doe ik voorlopig ook even niet meer. In chat vorm. Want het schijnt dat het geen genoeg kijkers oplevert. Jullie schijnen dat niet interessant te vinden. Dus ga ik dat ook niet doen. In ieder geval heb ik eigenlijk nog meer slecht nieuws. Waarschijnlijk is afgelopen vrijdag mijn laatste 9 pleinen festijn geweest. Ik ben vorige week, afgelopen vrijdag geweest. En nog wat dingetjes meegemaakt en zo. En ik heb eigenlijk niet zoveel zin meer. Ik heb eigenlijk, ben eigenlijk een beetje Eftelingbeu. Ja, jullie ik denk wel dat jullie dachten van, wanneer gaat dat een keer komen? Nou, dat is nu gebeurd. Ik ben eigenlijk een beetje zat eigenlijk. Ik heb nu al 7 keer of 6 keer of zo, 6, 7 keer, 8 keer, heb ik een 9 pleinen festijn gedaan. Daar een vlog over gemaakt. En na 8 keer en ik ben in totaal 5 keer ongeveer bijna elke weekend geweest. Ja, ik ben het een beetje zat aan het worden. Ik ben het een beetje beu. Ik ben ook verschrikkelijk moe. Normaal heb ik, staat er nog even lekker mijn uitrustmomentje. Dat is de afgelopen weken ook niet van gekomen. Omdat ik natuurlijk zaterdag alweer gelijk naar de Efteling ging. De hele week gewerkt en dan zaterdag naar de Efteling. Dus dit weekend in ieder geval ga ik sowieso niet. En waarschijnlijk ben ik er volgende week ook niet. Ik denk dat het mijn laatste 9 pleinen festijn geweest is. Ik heb er niet zoveel zin meer in. Heb ook wel eens redenen. Er zijn ook wel een paar redenen. Ga ik niet zo openbaar op mijn kanaal zetten. Maar er zijn ook nog een paar redenen voor dat ik niet meer ook naar de Efteling wil. Maar ik ben het ook een beetje zat aan het worden. Ik ben natuurlijk een heleboel keren achter elkaar geweest. En op een gegeven moment dan ben je het wel een beetje beu. Ben je het een beetje zat. Ben je zo vaak geweest. Zoveel keer hetzelfde. En jullie hebben in ieder geval dit jaar heel veel 9 pleinen festijnfeesten kunnen zien. Dus jullie weten een beetje hoe het gaat. Het begint ook een beetje allemaal een beetje hetzelfde te worden. Ik ga ook de laatste tijd niet zoveel meer in attracties. Omdat dat gewoon niet gaat. Omdat het gewoon zo ontzettend druk is. Je kan maar 2, 3 attracties kan je doen. En dan is de dag alweer voorbij, omdat het zo ontzettend druk is. Maar de vakanties die zijn bijna voorbij. En ik ga het als schoolvakanties voorbij zijn. Iedereen weer naar zijn werk is. Iedereen weer op school zit. Vakanties om zijn. Ga ik weer een dag door de week naar de Efteling. En dan kan ik
wat makkelijker een vlog maken. Wat meer attracties doen. En een leukere vlog maken. Omdat ik meer attracties bezoek en zo. En meer dingen ga doen. Het is nu allemaal een beetje, ja, het is allemaal ontzettend druk, ontzettend hectisch. Als je zaterdag en zondag gaat, is het gewoon puiperdruk. Zeker de afgelopen twee zaterdagen waren ontzettend druk in de Efteling. En ja, je kan gewoon niet overal in. En je kan niet alles, je kunt niet alle attracties zien. Je kan niet kwanten. Voor de mensen die niet weten wat kwanten is, dat is van Nico Kwant. Dat is dat je achter elkaar in een attractie kan. Dat noemen ze kwanten. En het is gewoon momenteel even niet leuk om naar de Efteling te gaan, omdat het zo druk is. Dus ik ga binnenkort ga ik gewoon weer een keertje door de week. En dan kan ik gewoon alle attracties achter elkaar gaan doen. Dus iedereen de school toe, iedereen op zijn werk. En dan neem ik gewoon een dagje vrij. En dan gaan we gewoon een dagje gaan we lekker naar de Efteling toe. Nou, in ieder geval, was dit een beetje alle informatie die ik geef. Binnenkort komen dus de Feyenoord vlog en de Efteling vlog. Waarschijnlijk de laatste met het Negenpleinenfestijn erin. En in ieder geval, de beeldkwaliteit is niet zo best. Kijk daar even, ga niet die video beoordelen. Wat een slechte beeldkwaliteit, dit en dat, zus en zo. Het is niet goed allemaal. Dus jullie weten in ieder geval wat er aan de hand is met mijn camera. Dus sowieso is er al het een en ander met mijn camera de laatste paar weken alweer aan de hand. Mijn camera is nou niet echt de beste camera momenteel. Ik heb nogal storingen. Ik krijg elke keer een storing in beeld van E91 dubbele punt 01. Dus dat is een storing. En af en toe valt hij ook ineens valt hij uit. Dat heb ik ook al een paar keer in een vlog hebben jullie dat gehoord. Dat af en toe de camera ineens uitvalt. Ik kan nog geen nieuwe camera kopen. Ik moet eerst weer gaan sparen voor een nieuwe camera. Ik heb niet 3 miljard abonnees met inkomsten van video's. Dat ik zo even in één keer zo even een nieuwe camera kan kopen. Dus voorlopig moet ik het nog even hier met deze camera moet ik het voorlopig nog even doen. En later komt er wel weer een nieuwe camera bij. Deze camera zal ik in ieder geval wel gaan gebruiken of blijven gebruiken voor de Feyenoord vlogs. Want je mag niet met een camera die ik wil gaan kopen, daar mag je niet mee het stadion in. Als ik mijn digitale camera meeneem, dan is dat niet zo'n probleem. Maar een grote camera, dat gaat niet lukken. En dan komen we gelijk op het punt van een grote camera. Wat ga je kopen dan? Nou, ik weet nog niet precies wat ik ga kopen. Maar het zal in ieder geval, wordt mijn nieuwe camera die ik een keer ga kopen. Kan er wel een half jaar of een jaar duren. Maar ik ga in ieder geval kijken voor een Sony en dan een gewone camcorder en geen digitale camera meer. Ik heb de laatste jaren, het begintijd tot dan nu, altijd met een digitale camera al mijn vlogs opgenomen. Altijd wel met veel plezier gedaan, altijd goed gegaan. Alleen, ben ik nog niet echt helemaal. Ik ben nog niet helemaal tevreden over de kwaliteit en over dat het te veel, zo'n digitale camera, ik vind ze veel te veel storend, ze hebben veel te veel storingen, er zitten veel te veel dingen op wat ineens kapot gaat en dingen. En deze camera is nu denk ik, dat zal in september, oktober, zal die denk ik een jaar wezen of zo, deze camera. En ik gebruik deze camera wel elke dag. Gebruik ik hem. Maar hij heeft gewoon te veel storing. Het is gewoon veel te veel problemen en veel te veel storingen geeft hij. Ik gebruik hem elke dag. Dus een camera waar een ander heel lang mee doet, zal ik minder lang mee doen. Omdat ik hem elke dag gewoon intensief gebruik voor vlogs te maken. Maar ik wil gewoon overgaan van een digitale camera naar gewoon naar een gewone camera. En dat zal nog even duren.
zoals ik al zei. Maar ik ga in ieder geval wil ik daarvoor gaan kijken. Ga me nog niet vertellen van wat voor camera wil je dan gaan kopen. Het wordt in ieder geval een camcorder. Wat het gaat worden, dat weet ik precies nog niet. Ik weet wel in ieder geval dat ik Sony wil, want ik ben echt een Sony liefhebber. Ik heb altijd met digitale camera's heb ik altijd Sony gehad. Dit waar ik nu mee film is natuurlijk ook een Sony camera. Dat is de DSC HX90. Of zoiets is het. Wat is het ook weer? Ik weet het niet meer. Oh ja. De DSC HX90. Ja, dat is de camera. En ja, ik wil gewoon een Sony hebben. Ik ben gewoon Sony liefhebber. De ene die is helemaal wild van JVC. De andere die is weer gek op een ander merk. En ik ben nogal heel erg gek van Sony. Dus het zal in ieder geval als het een... het wordt in ieder geval een Sony camera. De ene is gek van JVC. De andere is gek van weet ik veel wat. Akai of zo, weet ik veel wat. En ik ben Sony gek. Dus ik neem lekker een Sony camera. Nou, ik ga hem even neerleggen aan deze kant. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Even een korte introductiefilm over hoe en wat. Efteling vlog en Final vlog komen er nog aan. En ik spreek jullie allemaal gauw weer. Ik ga deze video dadelijk editen. Ik moet nou even gaan eten. Na het eten ga ik hem editen en ga ik hem online posten. Dus ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog. Ik zou zeggen, in ieder geval jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En druk even op het V'tje. Doe hem even aanvinken. Voor alle notificaties, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan bedank jullie allemaal voor het kijken. En zou ik zeggen, tot de volgende vlog maar weer. De groetjes allemaal en bye bye.